Met de Vriendenstichting hebben we een samenwerking opgezet om de richtlijn Kleurkeur te ontwikkelen. Hiermee willen we biodiversiteit een stimulans geven in de openbare ruimte. Voorheen hadden ze, nou, het is een strak gezonde, het is netjes. En nu is het echt op inzicht. In 2016 zijn wij als Vriendenstichting gestart met de Green Deal Infranatuur. Omdat wij zagen dat het heel slecht gaat met insecten. En dat alle bermen en dijken enzovoort in Nederland een enorme potentie hebben om een tweede natuurnetwerk voor Nederland te worden. Een gemis in de huidige werkwijze is dat er vooral op prijs gestuurd wordt en te weinig nog op ecologische kwaliteit. En nu is het mooi als er bloemen bloeien en diertjes zijn. Dus het is een heel andere insteek eigenlijk. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kijken wanneer zij onder Kleurkeur werken gezamenlijk naar de potenties van bermen en van andere groenplekken. En proberen samen te zorgen dat dit ook inderdaad beter wordt.